laten we dan maar een beginnetje maken. Dit is de tekst op Sufferia van Traktaat Buragot. Buragot is het eerste traktaat in de hele Talmud. Het eerste traktaat ook van de eerste orde, eerste afdeling van de Mishnah. De Mishnah, dat is het geheel van Joodse wetten, geordend en verzameld door Rebbe, zeggen ze dan meestal, Rabbi Yehuda Hanasi, Yehuda de prins, begonnen in de loop van de tweede eeuw, waarschijnlijk ook afgerond aan het eind van de tweede eeuw. En na die tweede eeuw zijn er discussies over die Mishnah, vooral in de scholen van de Joodse scholen in het toenmalige Babylon, het huidige Iran. Sura, Pumbedita, dat soort plaatsen. En daar werden discussies gehouden over de inhoud van de Mishnah. En dus ook over de Mishnah Buragot. Nu is Buragot ook het eerste traktaat in die eerste orde. En die eerste orde heet Zerayim, oftewel zaden. Omdat die hele eerste orde gaat over wetten die te maken hebben met de landbouw. Nu is dat in de eerste instantie van belang voor Palestijnse Joden, die natuurlijk met de landbouw te maken hadden. En desalniettemin is ook de Babylonische Talmud, waar ze dus niet te maken hadden met landbouw, voorzien van een commentaar op de hele Mishnah, ja, behalve dus die traktaten die te maken hebben met de landbouw rechtstreeks. Buragot is daarop een uitzondering. De ordening van die Mishnah is wel heel interessant. Kijk, het allereerste wat een mens nodig heeft, dat is natuurlijk voedsel. Dus dat de Mishnah opent met traktaten die over de landbouw gaan, is dan heel logisch. Want eerst moet je het dan hebben over de wetten die regelen dat je aan dat voedsel komt. Buragot betekent zegenspreuken. En het behandelt het Shema, behandelt het Amida, dus de geloofsbelijdenis, et cetera. En het 18 gebed, maar het behandelt ook, vandaar de naam Buragot, behandelt ook de zegenspreuken die nodig zijn, die van belang zijn, juist ook in verband met die landbouw. Maar het gebed is dus het allereerste waarmee de Talmud opent. Gebed, zegenspreuken, belijdenis, de discussie daarover. En dan komen de Mishnah-traktaten over de landbouw. En dan gaan we verder naar andere onderwerpen. Even kijken. Dan pak ik even mijn exemplaar van de Mishnah erbij. Dan kan ik dat nog even noemen. Dus de eerste afdeling is Zerayim, zaden. De tweede afdeling, dat is ook logisch, omdat de tijden van het jaar, dus ook de tijden van de feestdagen, bepaald worden door dat ritme van lente, zomer, herfst en winter, waarmee ook natuurlijk de landbouw te maken heeft. Dus is de tweede afdeling Moed. Moed, dat betekent ingestelde tijden, ingestelde feesten. Te beginnen met Shabbat. En dan Pesach, en dan de verzoendag, en dan Sukkot, en dan Rosh Hashanah, en de dagen van het vasten. Zo gaat dat helemaal door. De derde afdeling, en daar zit naar mijn gevoel niet zo'n duidelijke logica in, maar de derde afdeling is Nashim, vrouwen. Dus alles wat te maken heeft met huwelijkswetten en dat soort zaken. Maar er zit ook een traktaat in, het gaat over de belofte van de Nazareër, Nazir heet dat dan. Waarom? Omdat het huwelijk een contract is waar een belofte in wordt gedaan. Ik denk dat dat de reden is. Dan gaan we naar het burgerlijk recht, Nezikim. Dat zijn alle zaken die te maken hebben met het strafrecht en koop en verkoop. Daar zit ook Avodah Zarah in, dat gaat over de afgoderij. Dan de vijfde afdeling gaat over de offeranden, de tempeldienst. Dus
Zevachim bijvoorbeeld, het traktaat dat gaat over het offeren van dieren. Zesde afdeling Tohorot, dat gaat over zaken die met rituele reinheid te maken heeft. Er zit onder andere het traktaat Yadayim in, dus de zuiverheid van de handen. Maar ook het traktaat Mikwaot gaat over de mikwe, waarin je, om je zuiverheid te bereiken, je moet onderdompelen. Het gaat over kelim, dus over de reinheid, zuiverheid van potten en pannen. Maar zo is dat dus opgebouwd. Dat zijn de zes afdelingen van de Mishnah. Zaden, feesten, vrouwen, schaderecht, heilige dingen en reinheid. En elk van die zes afdelingen heeft dus een reeks van traktaten. Die eerste afdeling, Zerayim of zaden, die dus over de landbouw gaat, die begint, zoals ik zal zeggen, met zegenspreuken, Berachot. Maar ja, het gaat daar ook over welk deel van de oogst moet worden geofferd en hoe het geofferd moet worden. De eerste en de tweede offergave. Wat moet je doen met vruchten van nog jonge bomen? Nou, dat soort zaken wordt allemaal behandeld in de Mishnah. We hebben geen Talmud Bavli, geen Babylonische discussies dus daarover. Want zoals je waarschijnlijk weet, Mishnah, dat is wat Rabbi Yehuda Hanassi gemaakt heeft. Dus die kernachtige samenvatting van de hele Joodse wet op een groot aantal terreinen. De discussies daarover, dat heet Gemara of voltooiing. En dat laatste woord wordt vaak ook gebruikt om die hele Talmud aan te geven. We gaan Gemara leren, we gaan Gemara doen, we gaan dus Talmud studeren. Ik zet hem er even terug. Zo. Nou, dan heb ik met mijn toenmalige leraar Talmud afgesproken dat ik geen onderwijs zal geven in Torah of wat dan ook, zonder dat ik een kippa zou opzetten. Dus daar hou ik mij aan. En dan gaan we maar meteen erin vallen. We krijgen dus nu een discussie over de vraag vanaf welk moment dat Shema, waar we het in de eerste module over hebben gehad, gezegd moet worden. En dan wordt er begonnen met het Shema dat 's avonds gezegd wordt. Shema wordt tweemaal gezegd. Want we vinden in Deuteronomium 6 vers 7, dat hebben we al een keer besproken. Gij zult uw kinderen inscherpen, Deuteronomium 6 vers 7, en daarvan spreken. En daarvan spreken wordt opgevat als een gebod om het Shema ook te zeggen. En dan worden dat drie passages. En twee Berachot ervoor en drie Berachot erna, uiteindelijk. Maar dat is de Rabbanan. Ingesteld dus door de rabbijnen. Maar de fundamentele tekst, dus het gebod zoals dat vanuit de schrift komt, niet de rabbanan, dus niet van de rabbijnen af, dat vinden we dan hier, de passage uit Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. Dus het gebod om te spreken van de Torah wordt zelf gesproken als Torah. Dat is natuurlijk een ingenieuze manier om dat gebod meteen uit te voeren. Dat hebben we in de eerste module gezien. Je zult daarvan spreken. Maar dan staat erbij, als je in uw huis zit en als je op de weg gaat, nou dat is duidelijk, zowel thuis als daarbuiten. Maar dan staat er, en als gij nederligt en als gij opstaat. En dat wordt aangenomen dat dat betekent dat het twee keer per dag gezegd moet worden, het Shema. In de praktijk werd het zo dat het drie keer gezegd werd. In de ochtenddienst, in de middagdienst. De ochtenddienst, de Shacharit, de middagdienst, de Mincha en dan de avonddienst, de Ma'arif. In principe in de Ma'arif wordt het niet gezegd, maar dan zei men het nog wel. In de Ma'arif wordt het wel gezegd, in de Mincha dus niet. Dus we hebben Shema met Shacharit. We hebben geen Shema in de Mincha. We hebben wel Shema in de Ma'arif. Dat was de tweede keer. En dan de derde keer is het Alhamita. Dat wil zeggen op het bed. Hè. Dus als je naar bed gaat, dan wordt het vaak ook nog gezegd. Dat wil zeggen het eerste gedeelte. Het gedeelte uit Deuteronomium 6 wordt dan
nog gelezen, gereciteerd. Dus de Mishnah, die wordt geciteerd natuurlijk in de Talmud, daar beginnen we mee. En dat zie je dan hier. Dit is dus de Mishnah en dan zit er een toelichting in van William Davidson, want dat is de Engelse vertaling die we hier volgen. Het begint van het traktaat Berachot, het eerste traktaat in de eerste van de 6 afdelingen van de Mishnah. Het begint met een discussie over de Kriyat Shema, het reciteren van de Shema, omdat het Kriyat Shema een aanvaarding van de Almachut Shemayim, het juk van het koninkrijk, koningschap van de hemelen, betekent en een acceptatie van de mitzvot. Dat hebben we allemaal gezien in die eerste module. En als zodanig is het de basis van alle andere daaropvolgende onderwijzingen. Dus Shema is in die zin het belangrijkste gebed in het Jodendom. Het is de basis dus ook van alle wetgeving in het Jodendom. En dan is de eerste grote vraag, wanneer moet dat gezegd worden? Dus er wordt verondersteld dat het gezegd moet worden. Dat is helemaal niet aan de orde, daar kan geen vraag over bestaan. Maar wat wel aan de orde is, is wanneer het dan gezegd moet worden. Ik lees hier eerst het Hebreeuws, vertaal het een beetje, en dan gaan we naar de vertaling en de toelichting kijken van William Davidson. En daar kunnen we nog wel het een en ander aan toevoegen. Dat is voor het geval je ook nog wat Hebreeuws hier meteen wil meepakken. Me'ematai. Dit is trouwens Mishnah Hebreeuws, geen Bijbels Hebreeuws, maar Mishnah Hebreeuws. Me'ematai. Vanaf wanneer Corin, zij lezen letterlijk, et Shema, het Shema be'aravin. Daar zit erf in. Dus in de avonden. Dus vanaf wanneer moet het Shema worden gelezen in de avond? Me'ematai Corin et Shema be'aravin. Dan is het antwoord meteen, dat is een merkwaardig antwoord, Misha'a, vanaf het uur, Sheha Kohanim, wanneer de priesters, Nichnasim, naar huis gaan, binnentreden in hun eigen huis, Le'echol, om te eten, Bitrumatan, om van hun Teruma te eten. Teruma is heilig voedsel, geheiligd voedsel. Dat is aan de tempel geschonken. Dat zijn de opbrengsten van het veld, van de wijngaard, de eerste vruchten daarvan, de eerste groenten ook. En dus laten we zeggen dat een Jood sla verbouwt, dan is de eerste krop sla die hij dan van het veld haalt, is bestemd voor de priesters. En die moeten dat eten als ze tenminste tamee zijn. Als ze dus geheiligd zijn, als ze het mogen eten. Biteruma tan. Meervoud, en ja, suffix derde persoon, mannelijk enkelvoud, et cetera, meervoud. Goed, maar dat is wel duidelijk. Vanaf het uur dat de priesters, nou dat is een bepaald uur, want die priesters die onrein zijn geweest overdag, die moeten in de mikwe. En als ze in de mikwe zijn geweest, dan duurt het tot aan het begin van de avond, voordat ze helemaal rein zijn. Dus tussen dat het moment dat ze uit de mikwe komen en daardoor gereinigd zijn, tot het moment dat ze hun teruma mogen eten, en dat is dus 's avonds, eigenlijk betzeta kogafim, dus bij het uitkomen van de sterren, als de sterren zichtbaar worden, dan gaan ze hun teruma eten. Maar in die tussenliggende tijd zijn ze als het ware nog maar half rein. Als ze dan iets aanraken, of als ze hun teruma te vroeg eten, dan zijn ze weer onrein en ze verontreinigen ook anderen. Dat is niet meer het geval als ze uiteindelijk naar huis gaan om hun teruma te eten en dat op tijd doen. En dat is het moment dat het Kriyat Shema mag plaatsvinden. Dus wanneer priesters gewend zijn om naar huis te gaan om hun teruma te eten, en dat is zo ongeveer in de buurt van pardon, het zichtbaar worden van de sterren, nou, dat is het moment om het Shema te gaan zeggen. Nou, dat is het beginmoment. Me'ematai, vanaf dat moment mag het worden gereciteerd. Want dat is immers het avondgebed, kun je zeggen. En nu wordt dus heel precies bepaald wat dat moment van de avond inhoudt. Waarom is het zo belangrijk dat dat op die specifieke zaman, op die specifieke tijd
gedaan wordt. Nou ja, de Torah geeft nadrukkelijk de aanwijzing dat het besochbega of kumega is, dat wil zeggen bij het neerliggen, besochbega of bekumega, en dat moet je heel serieus nemen. En de Heere God wil dus dat het shema gezegd wordt, dat deze woorden worden gesproken op een specifiek tijdstip. Je zou kunnen zeggen, als ik 's morgens twee keer achter elkaar shema zeg, dan ben ik van die verplichtingen af. Nee, maar het gaat erom dat het zeggen van het shema, als waar het twee momenten markeert, het moment dat jij opstaat om aan je dagtaken te beginnen en het moment dat je aan je rust begint, 's avonds, waarmee je in feite ook vlak voordat een volgende dag begint, omdat een dag immers begint met het invallen van de nacht. Wat is nou het eindpunt daarvan, volgens wat Rabbi Yehuda Hanassi hier zegt? Adsof ha-ashmura, dus tot aan, ad, het einde van de wacht. Ashmura komt van shemor, betekent de wacht. Harishona, er zal nog later in de Talmud discussie zijn over de vraag in hoeveel wachten je de nacht moet indelen. Stel dat een nacht 12 uren duurt en je moet hem in drieën indelen, dan staat hier dus dat je het shema mag zeggen, volgens die aanduiding besochbega, het gaan liggen, tot aan dat derde deel van de nachtperiode, dus nadat de sterren zichtbaar worden, en dan tot en met 4 uur later, een derde deel. Maar er zijn discussies later over de vraag of de nacht niet in vieren moet worden gedeeld, zoals ook de nacht is ingedeeld, de dag is ingedeeld, de dag is in vieren ingedeeld, en de nacht dan in drie delen. Maar er is nog een moeilijkheid, daar komen we later ook nog tegen, want besochbega kan betekenen op het moment dat mensen shochfim, dat wil zeggen dat ze naar bed gaan, maar dat kan ook betekenen de hele periode dat mensen shochfim, dat wil zeggen dat ze liggen. Het is zowel gaan liggen, het moment dus dat de nachtslaap begint, maar het is ook mogelijkerwijs de hele periode dat ze liggen, dus de hele nacht. Dus je zult straks nog wel zien dat er opinies zijn te zeggen, Rabban Gamliel is daar een voorbeeld van straks, het mag de hele nacht doorgezegd worden, want besochbega betekent in de periode dat mensen slapen. Dus je mag het zeggen tot aan de volgende ochtend, de Amud HaShachar, tot aan het opkomen van de ochtendzon, de volgende dag, in onze rekening de volgende dag. Maar hier dus zegt Rabbi Yehuda Hanassi, nee, tot aan de eerste wacht, het einde van de eerste wacht. De nacht van 12 uur houdt dan in 4 uur later, dus als de zon ondergaat om 8 uur, en dan zou dat, en we hebben een nacht van 12 uur, dan zou dat 12 uur 's nachts zijn. Hebben we een nacht van maar 8 uur, dan is dat 10 uur 's avonds. 11 uur 's avonds, hè? Een kwart van de 12 uur of een kwart. Nee, 10 uur, ik had gelijk. Hè? Een kwart van die 8-urige nacht, enzovoort, enzovoort. Dus dat kan allemaal heel precies berekend worden. Adsof ha-ashmura rishona, tot aan het einde van de wacht. Dat zijn de woorden van Rabbi Eliezer, divrei Rabbi Eliezer. Dat heeft Rabbi Eliezer gezegd. Kijken we hier naar de vertaling. Hè? Dus vanaf welk moment, vanaf welke tijd, letterlijk stond er misha'a, reciteert men, dat is de kracht van dat meervoud, korin, reciteert men, letterlijk reciterende meervoud, reciteert men in de avond, de waarevin. Nou, vanaf de tijd Misha'a, wanneer de priesters, Shehakonim, binnenkomen, Nichnesim, om hun teruma te eten, le'echol bitrumatan. Tot welk moment is dan de tijd voor het reciteren van het avondshema? Nou, tot aan het einde van de eerste wacht. Het woord dat gebruikt wordt in de Torah, Deuteronomium 6 vers 7, geeft aan dat de tijd voor het kriyat shema in de avond is besochbega, wanneer je gaat liggen. En dat is de tijd dat mensen normaal gesproken gaan slapen.
Dus helemaal in overeenstemming met de woorden van Rabbi Eliezer, Beshochbega is de tijd dat je gaat slapen. Dus Ha'ashmura Harishona, de eerste wacht, wanneer individuen in het algemeen zich gaan voorbereiden om te gaan slapen. Dat is de opvatting van Rabbi Eliezer. Maar Rabbi Eliezer heeft niet gewonnen. Want die eerste wacht kan dus inhouden bij een achtuurige nacht. Dat we zeggen, de zon gaat onder om 8 uur. De sterren worden zichtbaar. En dan hebben we met 3 wachten te maken. Dus we moeten 3 uur rekenen vanaf 8 uur. Dan mag je om 11 uur nog het Shema zeggen. Maar de Chachamim, dat is de meerderheid van de rabbijnen. Dus als je die term tegenkomt, heb je de meerderheidsbeslissing. De Chachamim omrim, ad chatzot. De rabbijnen zeggen, de meerderheid zegt, de tijd voor het reciteren van het avondshema is tot aan middernacht. Nou, middernacht is over het algemeen het midden van die nacht, 12 uur 's nachts. Dus als om 8 uur de sterren zichtbaar worden, dan heb je niet de tijd tot 10 uur, maar dan heb je de tijd tot 12 uur. Dat is toch net een beetje meer. Maar als die nacht natuurlijk nog langer zou duren, dan heb je met een andere situatie te maken. Dan is middernacht eerder, zelfs bij een indeling in drieën. Dan komt de opvatting van Rabban Gamliel, en daar zie je dat Beshochbega dus anders wordt begrepen. Rabban, onze leermeester, de aanduiding meestal voor een Babylonische leraar, dus voor een Tana, een leraar van de tweede generatie. Rabban Gamliel, Omer, Rabban Gamliel zegt daarentegen, Ad sheya'ale amud hashachar. Hij zegt dus, nee, dat mag tot aan het moment dat de amud, dat is staan hè, van amad hashachar is, verwant aan Shacharit is de ochtendschemering. Vanaf het moment dat de ochtendschemering er staat. Dus Amud HaShachar, vaste uitdrukking voor de ochtendschemering. Rabban Gamliel Omer Ad Sheya Ale Amud HaShachar. Rabban Gamliel zegt, men mag het Shema reciteren tot aan de ochtend. Want, legt William Davidson uit, Beshochbega moet begrepen worden als een verwijzing naar de hele tijd dat mensen in hun bedden slapen. Dus de discussie hier gaat simpelweg over de vraag, wat betekent Beshochbega? En waarom zeggen de Chachamim, de rabbijnen nu, dat Ad Chatzot? En waarom is Rabban Gamliel nu van mening dat het helemaal door mag gaan naar de volgende ochtend? Dan komt er een zogenaamde Maaseh, een heel belangrijke genre zou je bijna kunnen zeggen in de Talmud. Iets wat we ook in het Nieuwe Testament wel terugvinden. Als er een maaseh wordt gegeven, maaseh betekent dus dat wat er gebeurd is, of dat wat er gedaan is. Dat is een soort van jurisprudentie. We krijgen een voorbeeld van hoe het in werkelijkheid gegaan is. En daaruit kunnen we afleiden wat er dan in de regel zit. Dat zegt Davidson hier ook. De Mishnah verhaalt dat Rabban Gamliel ook gehandeld heeft in overeenstemming met zijn eigen rechtspraak, met zijn eigen uitspraak. Maaseh. Maaseh uvahu wanaf mi beta mishte. Het gebeurde dat zijn zonen kwamen uit van een huwelijk af. Hamishte, beta mishte. Een huis waar een huwelijk werd gesloten. Ze hebben een huwelijksfeest meegemaakt. En dat is heel laat geworden. En laten we zeggen dat het voorbij middernacht is zelfs. Het is niet meer Adgatzot. Amarulo, zij zeiden tot hem. Dus ze zeggen, papa, er is iets misgegaan. Lo karinu et shema. Wij hebben het shema nog niet gereciteerd. Ze zijn dus te laat. Maar goed, de opvatting van Rabbi Eliezer zegt dat ze te laat zijn. En de opvatting van de meerderheid, de Chachamim, zegt dat ze te laat zijn. Maar hoe heeft Rabban Gamliel nu zijn eigen oordeel uitgesproken? Hij begrijpt immers Beshochbega als een aanduiding voor de hele nacht. En voor hem is het Ad Amud HaShachar, tot aan het opgaan van de zon. Zij zeggen Lokarinu et Shema. Hij zegt Amar Lahem, hij zegt tegen hen,
im lo ala amud hashachar, chayavin atem likrot. Dus im lo amud hashachar, als niet is opgegaan de ochtendschemering, dus als de ochtendschemering nog niet is aangebroken, chayavin atem, chayev is verschuldigd zijn, anime chayev betekent ik ben iets verschuldigd, verschuldigd. Chayavin atem, zijn jullie nog verschuldigd, verplicht, likrot, om het te reciteren. Dus ze zeiden tegen hem, omdat ze bezig waren geweest om feest te vieren met de bruidegom en de bruid, wij hebben het shema niet gereciteerd. Hij zei tegen hen, als de ochtendschemering nog niet is gekomen, dan heb je nog steeds de verplichting om het shema te reciteren. Rabban Gamliel's opinie is dus anders dan dat van de Chachamim. Die zeggen immers ad chatzot, tot middernacht. Anders dan Rabbi Eliezer, die zegt ad ha'ashmura harishona, tot het einde van de eerste wacht. Nu legt hij uit dat de Chachamim eigenlijk het met hem eens zijn. Dus Rabban Gamliel zegt, er is helemaal geen verschil van mening. De meerderheid van de rabbijnen is het met mij eens, dat de wet, de halacha, is ad chatzot, tot aan middernacht. Waarom denkt hij dat? Omdat de rabbijnen een reden hebben gehad, in zijn opinie, om te zeggen tot aan middernacht en niet te zeggen tot aan het opkomen van de zon de volgende morgen. Dat geldt voor meer gevallen, zegt hij, niet alleen maar met betrekking tot de halacha van het Kriyat Shema, maar overal waar de Chachamim zeggen ad chatzot, dus waar het de Rabbanan is, volgens de rabbijnen is, dat het alleen maar kan tot aan middernacht, is die miswa eigenlijk, bijbels gezien, dus midoraita, vanuit de schrift, mag die miswa worden uitgevoerd tot aan de Amud HaShachar. Dus Rabban Gamliel zegt, er is helemaal geen verschil van mening, want de Chachamim zeggen dat alleen maar om die regel in te stellen. Terwijl bijbels gezien, dat zien die Chachamim dus ook wel, bijbels gezien, Shochbega betekent tot aan de volgende morgen, want Shochbega betekent in de hele periode dat mensen neerliggen. Dus nog even hier. Het Hebreeuws daarvan, we lozo bilvat, niet alleen maar in dit geval, Amru, zeggen zij, en la koma, she Amru gachamim, dus overal waar de wijzen zeggen, ad chatzot, tot aan middernacht, mitzvatan ad, geldt de verplichting van de mitzwa, ad she yahale amut hashachar, tot aan het opkomen van de zon. Nou, dan sla ik dit over. Rabban Gamliel die heeft allerlei andere voorbeelden daarvan gegeven uit andere delen van de Mishnah. Dat de Chachamim dan zeggen het is ad chatzot of het is alleen maar voor één dag. Hier het voorbeeld. Hoewel de wijzen zeggen dat ze gegeten mogen worden tot aan middernacht. De Torah Midoraita, dus de geschreven wet, zegt echter dat ze mogen worden gegeten tot aan de volgende ochtend. Daardoor komt de grote vraag, als dat nou zo is, dus overal als de Chachamim zeggen ad chatzot, bedoelen ze eigenlijk ad amud hashachar. Waarom zeggen ze dat dan? Waarom willen de wijzen per se dat iedereen probeert dat shema te zeggen voor middernacht, in plaats van voor de volgende dag? En dan komt er een heel belangrijk beginsel in de Talmud naar voren, waar met name Levinas een prachtig artikel over heeft geschreven. Dit is om een persoon zo ver mogelijk te houden van overtreding. En dat is het idee van de Siyak La Torah, waar we al eens eerder over hebben gesproken. Hier het Hebreeuws, imken, als dat zo is, lama amaru chachamim, waarom zeggen de chachamim dan ad chatzot? Tot aan middernacht. Kedee, opdat, laargiek, Adam, opdat het mens zou worden weggehouden, rachok is ver, laargiek is verre houden, minha avera, van de overtreding.
om een mens verre te houden van de overtreding. Eerst zie je het grondbeginsel van de Siyak La Torah. Wat is de mitzwe d'oraita? Wat is de verplichting volgens de schrift? Nou, dat is, besoch bega, moet je kriyat shema doen. Dus je moet in de hele nacht waarin mensen slapen, heb je nog de mogelijkheid om het shema te zeggen, atamut hashaga. Vanaf het moment dus dat die priester binnenkomt om zijn teruma te eten, dus bij het zichtbaar worden van de sterren, tot aan de volgende zonsopgang. Dat is wat de Torah oplegt. Dat is de hele tijd om shema te zeggen. Je hebt die hele nacht de tijd om dat avondshema te zeggen, die tweede verplichting die je hebt, om het shema te zeggen. Het tweede moment op de dag dat je eigenlijk met het afsluiten van de dag nog één keer die geloofsbelijdenis doet. En de Torah op je neemt, de Almachut Shamayim op je neemt. Maar om te voorkomen dat een mens daarbij in de zonde valt, hebben de rabbijnen dat vervroegd. Dus hebben een siyak gemaakt. Dat is de Rabbanaan. Het is een rabbijns voorschrift. En geen Torah voorschrift. Dus als je dat rabbijnse voorschrift overtreedt, dat is minder erg dan dat je dat voorschrift van de heilige geprezen zij hij overtreedt. Dus, kedela hagikadam min ha'avera. Dat is de reden dat de wijzen dat allemaal gezegd hebben. Nou, dat is de Mishnah. En dat zijn wat opmerkingen over de start dus van deze hele discussie. De volgende keer zullen we een begin maken met het lezen van die Gemara. Maar misschien kun je wat ik nu allemaal gezegd heb, aflezen of dit de bedoeling is. Of je het leuk vindt om op deze manier met de Talmud mee te studeren. Nou, dan moet je dan maar even rustig naar kijken en dan merk ik wel wat je daarvan vindt.